Dit heb jij nog nooit gezien op de bowlingbaan. Wat? Letterlijk heel de bowlingbaan ging gewoon weg. Het was gewoon gone loose. Yo mensen, mijn naam is Mick. En vandaag gaan we dus kijken naar dingen die jij nog nooit gezien hebt. Deze man heeft onzichtbaarheid uitgevonden. Jongens, dit is zo cool. Ik weet niet hoe hij dit heeft gedaan. Maar hij heeft dus iets uitgevonden waardoor dingen letterlijk onzichtbaar kunnen worden. En hij zegt hier ook dat het kleding gaat worden uiteindelijk. Let op, als hij het papiertje omdraait, is het letterlijk onzichtbaar die schroeven draaien. Hoe dan? Wat? Maar yo, we gaan gewoon op een dag echt onzichtbaar kunnen zijn dus. Dat is eigenlijk best wel eng. Hij heeft hier nog meer voorbeelden. Kijk dit dan. Dit is toch sick. Hoe de F werkt dit? Wat? Ik ben zo in de war. Het wordt letterlijk onzichtbaar. En bij een toetsenbord kan hij ook de dingen onzichtbaar maken op het toetsenbord. Ik vind het echt heel ziek. Ik had dit nog nooit gezien. Weet je wat ik ook nog nooit had gezien? De duurste zeilboot ter wereld. Dit is letterlijk de duurste zeilboot ter wereld. Je zou er maar opeens langs varen. Langs de duurste zeilboot ter wereld. Ja, ja. En er is ook iemand gewoon lekker aan het chillen. Hij is dus eigenaar van de duurste zeilboot ter wereld. Hoe vet is dat? Wie heeft dit ooit gezien? Ik niet. Dit heb je ook 100% nog nooit gezien. Dit is een chandelier. Zoals we dat noemen. Gemaakt van gummybeers. Wat? Je zou dit maar in je huis hebben hangen. Gewoon één grote bal gummybeers. Dit is al echt next level. Vraag me af welke winkel dit verkoopt. Waarschijnlijk geen enkele. In Korea kan je vierkant ijs kopen. Ja, letterlijk ijs in de vorm van een vierkant. Dit ziet er zo satisfying uit. En mijn Minecraft hart wordt hier gewoon heel erg blij van. Als ik in Korea ben, laat me dan niet vergeten om dit te halen. Want ik wil dit oprecht hebben. Als ik in Korea ben, ga ik echt dit halen. Vierkant ijs. Hoe vet is dat? Het is niet eens moeilijk om vierkant ijs te maken. Maar ik heb het gewoon nog nooit gezien. En ik wil het gewoon hebben. Wat ik ook nog nooit heb gezien, is zo'n mooi uitzicht. 3, 2, 1. Bang. Why? Yo, dit is prachtig. Ik word er gewoon stil van. Mooiste uitzicht dat ik ooit heb gezien. Het is echt prachtig, dames en heren. Heb je ooit een vrouw 3 appels zien kapotmaken met haar hoofd? Nee, ik niet. Ja, dit zijn dingen die je nog nooit hebt gezien. En ik had dit zeker nog nooit gezien. Ik denk jij ook niet. Net zoals dit. Dit is ook heel erg sick. Het is nu, ja, heel erg raar. En ze pakt het uit en boom. Kijk hoe groot het is. Maar even serieus. Eerst zit het gewoon in een koelkast. Het is echt letterlijk zo groot. Ze haalt het uit de verpakking en boom. Je hebt een mega grote knuffel die op mijn hond Ollie lijkt. Ja, ja, het is gewoon vet cool. Waar kan ik hem kopen? Wat is dit voor een beestje, dames en heren? Ik ben echt flabbergasted. Dit vond hij in de zee. Gewoon dit beestje. Dit ziet er echt heel cool uit. Het lijkt gewoon op een fucking Pokémon, man. Ik had dit echt nog nooit gezien en ik denk jij ook niet. Maar dit beestje lijkt oprecht op een Pokémon. Wist je dat er McDonald's zijn die een ingebouwde sportschool hebben? Ja, dan kan je dus je McDonald's eten en tegelijkertijd fietsen. Want ja, hè? McDonald's is aardig veel calorietjes. Daar worden we dik van. En dit is dan de oplossing. Wat is dit nou weer? Ga je dus lekker sporten bij de McDonald's? Terwijl je een Big Mac naar binnen werkt. Een beetje raar. Is een beetje gek. Maar een sportschool in de McDonald's betekent eten en sporten. Ik ben er fan van. Ik vind het cool. Ja, zo'n hand als haar hand heb ik nog nooit gezien. Wat? Ja, dit is een soort van piercing onder je huid. Het ziet er gewoon heel naar uit. Maar dat is mijn mening. Waarschijnlijk vindt zij het heel erg mooi. En als zij het mooi vindt, mag ze het doen. Ik had het nog nooit gezien. En ik hoop dat ik het ook nooit meer zie. Dit is de coolste paard ter wereld, dames en heren. Hij steekt zijn tong uit en de paard doet het ook. Ja, ik wist zeker dat je dit nog nooit gezien hebt. Een paard die zijn tong uitsteekt tegelijkertijd met de persoon naast hem. Dat heb jij nog nooit gezien. Daar durf ik goud op te zetten. Zo'n deurklink als dit heb jij ook sowieso nog nooit gezien. Dit is echt... Wat? Dit is gewoon raar. Deze deurklink is oprecht heel erg raar. Het is gewoon een hand. Dus je pakt gewoon iemands hand. Of nou ja, je pakt de deurklink. Wat lijkt op iemands hand om de deur te openen. Dit is gewoon heel erg raar. En zeker niet coronaproof. Dit is een robot. Ja, letterlijk een robot. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik dacht dat robots niet konden. Dat is iets voor in de toekomst. Maar blijkbaar bestaan robots al. En deze robot kan praten. Die kan je naam onthouden. Die kan je leeftijd onthouden. Hij kan grapjes vertellen. Het is letterlijk een robot. Hoe cool is dat? Laten we even eerlijk zijn. Het is wel heel erg cool om een robot te hebben. Als hij dan ook nog eens kan schoonmaken en eten maken. Helemaal top. Ik koop hem. Dit is een kikker die aan het chillen is in de dierenwinkel. Ik weet zeker dat jij nog nooit een kikker zo erg hebt zien chillen in een dierenwinkel. Als je dat ooit hebt gezien. Nou, die kans is echt nul dat je dat ooit hebt gezien. Hij zit echt gewoon keihard te viben. Net alsof hij in de bar is. Chocoladeschips. Het is letterlijk chocolade in de vorm van chips. Bro, dat is toch echt next level. Waar kan ik dit kopen? Je hebt wel chips met misschien chocolade. Maar dit is letterlijk puur chocola.
in de vorm van chip. Dat eet veel chiller dan gewoon zo'n brok chocola. Dit is echt gewoon een top idee. Dit is dus een haai die verplaatst wordt. Ja, letterlijk, er zwemt een haai daarin. Wat? Je zou maar op de snelweg zijn en je komt opeens letterlijk een haai tegen. Weet je wat je dan zegt? Weet je wat je dan doet? Hi! Wat, Tom, je begroet hem. Hilarisch, Mick! Ah. Jongens, ik moet even iets zeggen. Ik upload elke dag een video net zoals dit. En vind je deze video nou heel erg leuk? Dan kan je een duimpje omhoog doen. Maar wat je ook kan doen, is abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dan ontvang je dus elke dag een leuke video, zoals deze. En als je niet abonneert, dan mis je ze. Dus ja, waarom zou je niet abonneren? We gaan door! Het waait zo hard hier, dat als je water naar beneden gooit, het letterlijk omhoog gaat. Ik denk dat je dat nog nooit hebt gezien. Ik in ieder geval nog niet. Dat je gewoon letterlijk water naar beneden wilt gooien, maar omdat het zo hard waait, komt het gewoon weer naar boven. Dat is echt heel erg ziek. Er staat daar geen ventilator, er staat daar niks wat blaast. Het is gewoon puur de lucht van natuur. Hier hebben we een mega grote slang. Maar echt een mega grote slang. Even serieus. Deze slang kan mij gewoon echt doodmaken. Wat de hel. Kijk dan. Dit is echt gewoon een monster. En hij zegt ook heel erg vrolijk van deze slang is een beetje agressief. Hij probeert letterlijk nu hem te bijten. En deze man zit gewoon te lachen. Deze man lacht er gewoon mee. Hij heeft een mega grote slang vast die zwaar agressief is volgens hem. En hij zit gewoon van ik heb hier een agressieve slang. Hij is super groot. Het is letterlijk een monster. En let op, hij probeert hem daar te bijten. In 3, 2, 1. Nu probeert hij de man te bijten. En hij, hij probeert me te bijten. Yo, die gozer is echt niet goed, man. Die gozer is echt knettergek. Als dit met mij zou gebeuren, ik zou dikke loes toezetten, bro. Dit is een machine waarmee een weg wordt gelegd. Ja, letterlijk dat. Ze hebben gewoon een machine en daar gaan ze mee achter. En op die manier wordt een weg gelegd. Zodat je niet de hele tijd steen voor steen moet leggen. Hebben ze gewoon een hele machine gebouwd. Dit is dus hoe ze dat zo snel doen. Ik weet het eindelijk nu. Dit is vloerverwarming zonder dat de vloer erop zit. Wat? Even serieus, ik had dit oprecht nog nooit gezien. Maar dit is dus letterlijk vloerverwarming als dus nog niet de vloer erop zit. Dan ziet het er dus zo uit. Dat ziet echt eruit als heel veel moeite. Ik dacht dat het gaat gewoon op een magische manier gebeurt dit. Maar blijkbaar niet. Blijkbaar is het een hele constructie, die vloerverwarming. Oké. Een kip met krullen. Heb jij ooit in je leven een kip met krullen gezien? Ik in ieder geval niet. Wat? Deze kip is dus geboren met krullen, wat heel erg zeldzaam is. En ja, dat ziet er zo uit. Ik vind hem op zich best wel mooi. Ik denk dat ik dit mooier vind dan een normale kip. Dus hé, waar kan ik deze kip kopen? Ik hoef deze kip. Ik hoef niet eens een kip. Waarom zou ik hem willen kopen? Omdat hij krullen heeft. Dit is een begraafplaats voor auto's die niet verkocht worden. Blijkbaar is er ergens in Amerika een plek waar alle auto's terechtkomen die zeg maar niet meer verkocht worden. Wat is dit nou weer? Hier letterlijk duizenden auto's die gewoon daar staan om gewoon daar te staan. Want ze worden niet verkocht. Terwijl er heel veel mensen op de wereld zijn die eens een auto kunnen kopen. Waar? Hè? Verkoop ze dan voor minder geld. Dan worden ze sowieso verkocht. Waarom zou je ze allemaal daar neerzetten? Er zijn bepaalde dingen die ik echt niet begrijp. Het is het meest zwarte materiaal dat er bestaat. Het is echt, het lijkt gewoon letterlijk nep. Maar dit is gewoon daadwerkelijk materiaal dat dus gewoon geen enkel licht opvangt. Waardoor het gewoon echt gewoon puur zwart is. What the fuck? Je zou maar je auto zeg maar wrap in dit. Dat ziet er denk ik wel heel erg ziek uit. In ieder geval, dames en heren, dit waren dingen die jij nog nooit gezien hebt. In ieder geval, dat denk ik. Vond je dit nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik zeg, Mick out.